Verschillen in de hoofdklasse zijn niet zo groot en Genemuiden en Excelsior 31 doen leuk mee. Maar is dat ook voldoende om kans te maken op een kampioenschap? Misschien dat anderen daar iets over willen zeggen, maar heeft helemaal geen zin. We kijken gewoon naar de speelwijze van onze eigen ploeg, dat iedereen fit blijft. En we nog beter worden in de manier van spelen. En dat moet uiteindelijk iets opleveren, steeds winnen. Hè? En als je dat maar vaak genoeg doet, staan we aan het eind van de rit waar we staan. Ik heb vandaag ook in de bespreking gezegd, kijk, ook vandaag is weer een cruciale wedstrijd erin. En zoals ze nu de komende drie heel erg bepalend zijn, als je in die drie komende wedstrijden een goed resultaat kunt behalen, ja, dan zit je lekker onder de kerstboom, zeg ik altijd. En dan zit je erbij en dan kun je na de winter een rol van betekenis gaan spelen. Dus nu is dat nog te vroeg. In de kerstdagen weet je altijd zo'n beetje waar je staat. Beide ploegen komen elkaar met regelmaat tegen de laatste jaren. Wat vinden ze eigenlijk van elkaar? Nou ja, volgens mij Genemuiden is een mooi viesje. We staan ook al jaren in de top van de amateurvoetbal, dus mooi viesje. Maar qua ploeg, liggen ze jullie een beetje? Geen idee. We gaan ons eigen spel spelen. We spelen 4-3, zij 4-4-2. Kijken hoe we daarmee omgaan, hoe zij daarmee omgaan. Dus we zien het. Ken ik zelfs Jor al heel lang natuurlijk, omdat je al heel vaak tegen elkaar hebt gespeeld. Ongelooflijk veel voetbalkwaliteit. Goede spelopvatting, aanvallend ingestelde ploeg. Goed voetballend vermogen. Dus we kunnen aan de bak vandaag. En dat moet de ploeg van Van Raalte ook, want Excelsior 31 is wel de ploeg in vorm. Al drie wedstrijden achter elkaar gewonnen. Genemuiden nog maar één keer verloren. Dit is een goede actie van Martijn Jansen. Onschadelijk gemaakt in de verdediging bij Excelsior 31 door Patrick Jurgens ten koste van een hoekschop. Dit is de tweede hoekschop en die is dan raak door de doelpuntenmaker Jacco Riemens. Maakt zijn zevende van de wedstrijd voor de wedstrijd nog gehuldigd voor 250 wedstrijden. In Genemuiden 1 en deze is er feilloos in, keurig ingekopt bij de eerste paal. Lekker begin van de wedstrijd na 4 minuten voor Genemuiden en voor het goudhaantje van dienst, Jacco Riemens. Isa, rustig spelen in de achterhoede, ook met Veldhuis, dan zoeken naar de voorwaartse. Maar Genemuiden stort snel. Jurgens, voorzet in de richting van Gerritsen, maar goed gepakt door Hennepoff. Nog steeds de keeper bij Genemuiden, maar Albert Vlier, de vaste keeper van Genemuiden 1, is op de weg terug naar zijn blessure. Dit is weer een hoekschop. Nou, goed doorzetten van Danny Menting. Genemuiden speelt sterk in de beginfase. Zet Excelsior 31 veel onder druk. Met Boes en met Lip. Die hard werken. Hier, Lip. En dan Van de Kooi. Ja, zo vaak zie je hem daar natuurlijk niet in de 16. Maar als die bal uit de spelervatting komt, dan wil de kale verdediger nog wel eens mee naar voren gaan. Makkelijke prooi voor Hennepoff dit. Opnieuw Excelsior. Maar daar zit Genemuiden weer heel snel tussen. En via Menting is het de bal naar Cavac. Cavac heeft zijn contract met Genemuiden met een jaar verlengd. Want het gaat goed met de man uit Drenthe. 11 goals inmiddels voor de ploeg uit de tapijtstad. Boes. Hij ook. Belangrijk. Veel afjagen, veel ballen veroveren en daarna inleveren op het middenveld. Hier het eerste schot, daar komt Lip met de 2-0. Nee, Jansen, jawel, het is 2-0. Na driftig aanvalswerk van Genemuiden, Melvin Koetsier kan twee schoten tegenhouden. Maar is dan nog onderweg als de bal voor de linker van Martijn Jansen komt. En zo zit Genemuiden na 25 minuten op rozen met 2-0. De vreugde ook bij de trainer Jan van Raalt. Excelsior zoekt naar de mogelijkheden. Hier met Sam Keuze, de topschutter van de ploeg uit Rijssen met 6 goals. Ja, weer ingeleverd. Jansen. Gelijk de lange bal naar voren in de richting van Menting. Die kaatst en dan is het weer zoeken naar Cavac. Dat 4-4-2 concept bij Genemuiden, dat staat wel. Cavac met het schot en in de handen bij Melvin Koetsier. Naar rust. De mist in Genemuiden is nog niet weggetrokken. En dus een andere bal met wat meer kleuren. Goed doorgekopt. Daar aardige mogelijkheid via Boulouditi. En dan de bal naast de goal. Sam Keuze is ook wat gevaarlijker voor de ploeg uit Rijssen. Cavac, mooi gespeeld.
Kavak om de keeper heen. Jansen voor de goal. Niet zelfzuchtig afleggen. 3-0. Het is gespeeld. Keurig binnengelegd door Jansen. Maar niet zelfzuchtig. Er zijn toch genoeg spitsen die het vanaf dat moment, als de keeper uit de goal is, toch nog zelf willen proberen. Maar Kavak doet dat niet. Legt hem af en brengt zijn ploeg daarmee zo ongeveer in veilige haven. Al na 10 minuten in de tweede helft. Kijk eens wat hem mist. Is af en toe nauwelijks te zien. Ja, dit is een bal die gaat over de achterlijn. Via een van de verdedigers van Genemuiden. Via Van der Kooi. En dan wordt er wel gezocht. Ook naar Melvin Veldhuis. Maar leidt het niet tot een nieuwe hoekschop. Tot verrassing eigenlijk van iedereen. Gerritsen. Moet het eigenlijk alleen doen. Weinig steun. Penterman is er dan al uit. En dit schot van Sam Keuze gaat maar net naast de goal. Misschien wel de beste mogelijkheid die Excelsior 31 had in de wedstrijd tot dan toe. We zitten dan halverwege de tweede helft. Kavak. Die is 3-0. Dit is 4-0. Nee! Kavak. Die wil het heel mooi doen. Wil die bal over Koetsier heen loppen. Maar raakt hem dan net verkeerd. Keuze. Nog een keer. Keuze. Op de rand. Een mooie mogelijkheid voor Excelsior 31. Dat toch te weinig heeft in te brengen. Job van Dalsen voor het slotakkoord. Jawel, het is 4-0. En zo doet Genemuiden uitstekende zaken op de ranglijst. En wint het deze wedstrijd om een plek in de subtop van Excelsior 31 met 4-0. Dat is een fikse nederlaag voor de ploeg uit Rijssen. Aan de bal een aantal jongens niet goed, onder niveau. Dat kan. Je kunt niet in vorm zijn of het aan de bal niet, dan wil iedereen wel. Maar normaal gesproken, waar we heel juist heel sterk in zijn, is op het moment dat we de bal verliezen, zeg maar, om de ruimte klein te houden, om druk op de bal te zetten. Maar dan zul je wel het eerst goed moeten doen aan de bal. En dan is het heel lastig om dat ook op te brengen met elkaar. Daar hebben we het ook niet goed gedaan. Ja, wat ik al zei voor de wedstrijd, een goed voetballend elftal. Excelsior heeft een hele goede reeks staan. En we wisten dat we dan vol aan de bak moesten. Nou, en dat hebben we gedaan. En we hebben dat met energie gedaan door veel af te jagen, druk op de bal te zetten. Maar daarnaast aan de bal deden we gewoon hele goede dingen.